Dit is het Utrechtse Academiegebouw uit 1894. Maar delen daarvan gaan nog terug tot de middeleeuwen, hoorden bij de Domkerk. Zoals de oude kapittelzaal. En die is tegenwoordig in gebruik als aula van de universiteit. Het dat eigenlijk is ontstaan op initiatief van Willem van Oranje, de vader des vaderlands. En wat je zou kunnen zeggen is dat de kapittelzaal daarmee dus een soort kraamkamer is geworden van het Nederland zoals het later ontstond. Een Nederland dat heel anders is dan de ondertekenaars in de tijd voor ogen hadden. Een Nederland dat een eenheidsstaat is, bestuurd vanuit Den Haag, met een centraal belastingstelsel, met de scheiding tussen kerk en staat, waar de Calvinisten onder leiding van Jan van Nassau niet blij mee geweest zal zijn. De grote vraag is natuurlijk, wat vond Willem van Oranje van de Unie van Utrecht? De volgende ruimte. Ja. Wij loopt tegen de scène van Willem aan. Hier persoonlijk fragment. Hier heb je de vaandel. En dan staan hier drie zeiltjes met portretjes erbij, waarbij je eigenlijk je kaartje kan pakken. Het is nu precies 450 jaar geleden dat de 80-jarige oorlog begon, hè, in 1568. Wij wilden natuurlijk als museum heel graag een tentoonstelling maken over de 80-jarige oorlog. In het kader van dat 450-jarig jubileum, zou ik maar zeggen. Maar wij hebben ervoor gekozen om te focussen op Willem van Oranje. En dat met name op diens jonge jaren. En Willem die staat dan bekend als de vader des vaderlands. Maar niemand weet precies wat dat betekend heeft. En wij willen laten zien wat Willem nou in het begin en in het voortraject heeft gedaan. En we willen vooral laten zien wat Willems jonge carrière en zijn opvoeding heeft betekend voor die opstand. Hè. Wat heeft hij kunnen doen? Die tentoonstelling begint eigenlijk bij de geboorte van Willem. Hè. Bij de afkomst. Willem die is in Duitsland geboren op de Dillenburg, een kasteel. Zijn vader heette Willem de Rijke. Het grappige is, hij was helemaal niet rijk. Maar hij heette zo omdat hij heel veel kinderen had. En zijn moeder heette Juliana van Stolberg. Deze streepjes met P, dat zijn de persoonlijke fragmenten. Oké. Dat wordt dus een speciale constructie. Dat wordt een constructie, okay, ja. Prima. Willem was eigenlijk voorbestemd om zijn vader, de graaf van Nassau, op te volgen. Door een erfenis van zijn neef in 1544 werd hij prins van Oranje en kwam hij naar de Nederlanden. En dat veranderde zijn leven volledig. Hij was ineens voorbestemd voor een hele andere rol. Hij had nooit kunnen voorstellen dat hij vader des vaderlands later zou worden. In die rol van vader des vaderlands leidde hij het verzet tijdens de Nederlandse opstand. En hij heeft altijd geprobeerd om de Nederlanden bij elkaar te houden. Uiteindelijk mondde dat uit in de Unie van Utrecht, waarbij de noordelijke Nederlanden hun eigen weg zouden gaan. Hij heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld voor de basis van ons huidige land. Dit is slot Dillenburg en de Dillenburg was het stamslot van de familie van Nassau. En de familie van Nassau bestond uit een Duitse tak en een Nederlandse tak. Het slot was een gemeenschappelijk bezit van beide takken. Eind 18e eeuw is het vernietigd. De delen die we nu zien is eigenlijk allemaal opnieuw opgebouwd. Er staat eigenlijk nog één huisje wat in originele staat is. Dat heeft gediend als gevangenis. Slot Dillenburg heeft toch altijd wel een centrale rol voor Willem gespeeld. Hij is er opgegroeid, dus de eerste 11 jaar van zijn leven heeft hij er doorgebracht. En daarna vertrekt hij naar de Nederlanden en daar krijgt hij een opleiding aan het Hof in Brussel en gedeeltelijk op zijn eigen kasteel in Breda. MUZIEK.
Willem kwam uit een warm nest, zoals we het altijd noemen. Uit een groot gezin. Zijn beide ouders, Willem de Rijke en Juliana van Stolberg, waren allebei al een keer eerder getrouwd geweest. En uit beide huwelijken waren al halfbroers en halfzussen meegekomen. Uit het huwelijk tussen zijn ouders zijn uiteindelijk 12 kinderen voortgekomen. En nog één bastaardbroer. Dus je kunt je voorstellen, het was een gezellige bedoeling. En speciaal voor al die kinderen werd er ook een hofschool opgericht door beide ouders. Op het slot Dillenburg zijn nog kazematten aanwezig. Dat zijn een soort kanonkelders geweest ter verdediging van het kasteel. Het kasteel zelf is dus vernietigd, maar die kazematten die waren deels onder de grond aangelegd. Dus eigenlijk is er nog een heel gangenstelsel met allerlei ruimtes, met schietgaten naar buiten toe, aanwezig op de Dillenburg. Tijdens het uitbreken van de Nederlandse opstand, noemen we nu ook wel tegenwoordig de 80-jarige oorlog, zie je dat hij vlucht richting de Dillenburg naar zijn broer Jan de Oude. En gebruikte hij het als toevluchtsoord. De muren en het gewelf wat je hier ziet, dat was er allemaal al in 1579. Deze zaal is van om en nabij 1400, dus is er later middeleeuwen gebouwd. En in 1496 hebben ze met 10 voet in die tijd, de voet, en dat is ongeveer 3 meter verhoogd, en dat prachtige stergewelf aangebracht. De ramen zullen prachtiger gebrandschilderd ook in die tijd zijn geweest, in ieder geval glas in lood. En de inrichting weten we eigenlijk niet precies, maar waarschijnlijk stonden er eikenhouten banken. Want dit was wel een vergaderzaal, een belangrijke vergaderzaal van het kapittel. Dus hier zaten alle chique geestelijken van de stad, dat waren er wel 100, chique heren, die vergaderden hier regelmatig. De Unie van Utrecht was gericht tegen de Spaanse aanwezigheid en de Spaanse overheersing in de Nederlanden. Een militair verbond die erop gericht was om te zorgen dat de Spaanse militairen Nederland zouden verlaten en dat de ketterijvervolging die Philips II wilde zouden worden ongedaan gemaakt. Philips II, de koning van Spanje, de heer der Nederlanden, was in 1555 zijn vader Karel V opgevolgd. Het was een verlegen man en een hele strenge man, ook streng katholiek. In alles het tegenbeeld van Willem van Oranje. Dat was een man welbespraakt, charmant, makkelijk in de omgang. En wat Philips II wilde was knagen aan de macht van de edellieden in Nederland. Nou, we staan hier op het terrein van het kasteel van Breda. Hier woonde René van Chalon. En René was de neef van Willem van Oranje. De jonge Willem van Oranje, echt als klein jongetje, 11, 12 jaar was hij, kwam hij hier naartoe. Hij was opgegroeid aan de Dillenburg in Duitsland. En in 1544 kreeg hij ineens het nieuws te horen dat zijn neef was overleden. Die was prins van Oranje. En die had alle Nassause bezittingen in Nederland. Ja goed, en deze toren, die is natuurlijk ook weg. Hier de hoektorentjes, die zijn verdwenen. Ja. En het arsenaal is nog gebouwd door René van Chalon. En die kapel is dus ook gebouwd door René van Chalon. Dat moment dat hij sneuvelt, René, erft de kleine Willem van Oranje die hele grote erfenis. Krijgt ineens de titel prins en hij moest naar de Nederlanden komen. Zijn vader en moeder bleven in Duitsland. Dus hij kwam hier in Breda op het kasteel en uiteindelijk ook een deel van zijn opvoeding aan het Hof van Brussel gekregen onder Maria van Hongarije, de zus van Karel V. Maar hier in Breda heeft hij een groot deel van zijn jeugd en zijn opleiding en zijn leven uiteindelijk doorgebracht. Ik
Willem van Oranje is katholiek gedoopt, maar hij komt uit een Luthersnest. En een van de voorwaarden voor zijn komst naar de Nederlanden was om in dienst te komen bij Karel de Vijfde, dat hij katholiek zou worden opgevoed. Hij moest hier worden opgevoed, hij zou een voogd krijgen en de opvoeding moest katholiek zijn, want Karel de Vijfde was natuurlijk streng katholiek. Dus ja, zijn ouders zullen zich daar met name wel zorgen over gemaakt hebben. Willem die maakte zich daar later juist minder druk over. Maar de Spanjaarden die waren nu eenmaal heel streng katholiek. En Filips II met name, die wilde heel graag dat de Nederlanders allemaal katholiek werden. Maar in de Nederlanden deden ze daar minder moeilijk over. Maar hier had je natuurlijk ook verschillende groepen, verschillende visies daarop. Filips II en Willem van Oranje hebben elkaar hier in Utrecht ontmoet. In 1549. Willem was 16, Filips was 22. Jonge mannen, veelbelovend, stond zijn mooie toekomst te wachten. En Karel V, vader van Filips, die had bedacht, we gaan alvast Filips introduceren in de Nederlanden. Dan kan straks, wanneer nodig, hè, dan kan hij mijn opvolger en dan gaat dat smooth, dan gaat alles goed. En dat was waanzinnig. Als je ziet, alleen in Utrecht, wat de voorbereidingen waren voor die intocht. De blijde inkomst, hè, bijna. Een intocht van een vorst, al was die nog niet echt vorst. Maar er werd maanden voorbereid. De hele stad werd versierd. Er werden bogen, triomfbogen opgericht. Er werden enorme beelden op de neuden gezet. Je weet niet wat je meemaakte. Dus toen de dag daar was, heel Utrecht stroomde uit. Alle mensen die iets van betekenis waren hier, stonden vooraan. En daar kwam dan die stoet met Filips. En in dat gevolg van Filips II reed ook Willem van Oranje. En ze gaan die stad door. Ze komen bij de Domkerk. Dat is natuurlijk het grote centrum van de stad ook. Filips heeft ook nog de Domtoren beklommen. Hij ziet daar in de verte kasteel Vredenburg liggen. Dat hoorde natuurlijk allemaal bij hem. En er was nog niemand die toen op dat moment kon vermoeden dat 20 jaar later alles anders zou zijn. Dat Willem van Oranje juist tegenover Filips kwam te staan. Dat het kasteel Vredenburg door de Utrechters belegerd zou worden. En die Spanjaarden eruit zou gaan. Niemand kon het zich nog voorstellen. Het was eigenlijk nog koekenij. Een gelukkig toeval dat we elkaar hier treffen. Ha, ik ben zo vaak van huis. Het verblijf aan mijn hof in Breda wissel ik regelmatig af met een periode in het paleis van de Nassaus in Brussel. We zijn hier bezig met de greenscreen-opnames die wij verwerken in animaties die in de tentoonstelling komen. Zo kan ik onderhandelen in een vertrouwelijke sfeer of politieke zaken bespreken. Nou, je ziet hier Willem van Oranje. Hij gaat je in de tentoonstelling straks rondleiden in een persoonlijke route. En vertelt eigenlijk zijn persoonlijke verhaal. We weten natuurlijk niet heel veel uit dat vroege leven van Willem. Maar uit de bronnen die er zijn, weten we in ieder geval dat hij in de smaak viel bij bijvoorbeeld de landvoogdes, bij Karel de Vijfde. Het was iemand die een goed gesprek kon voeren. Daar werden ze ook voor opgeleid. Maar Willem heeft dat waarschijnlijk ook wel van nature gehad. Dat hij goed kon praten met mensen. En dat was heel erg belangrijk als edelman. Je moest onderhandelingen kunnen voeren. Hij bezat dat soort zaken. Dus dat was heel erg belangrijk. We organiseren hier niet alleen schitterende feesten, maar ook jachtpartijen en toernooien. Er is natuurlijk maar één portret van hem overgeleverd. En dat moet rond zijn 20ste jaar zijn geweest, rond die leeftijd. En ja, als we het aan de huidige dames vragen, dan vinden ze hem allemaal erg goed eruit zien. Dus ik ga ervan uit dat hij erg goed op de huwelijksmarkt lag. En hij was natuurlijk ook een geschikte kandidaat om mee te trouwen. En dat werd ook secuur uitgezocht. Karel de Vijfde had de voorkeur voor een Spaanse dame. Uiteindelijk is er toch gekozen voor een Nederlandse vrouw voor Willem. En de gelukkige werd uiteindelijk Anna van Egmond, gravin van Buren. Een verbintenis met die familie zou ervoor zorgen dat Willem als prins van Oranje nog belangrijker zou worden binnen de Nederlanden. Ik voel
vous l'envoyer. Tu dois signer. But it's so nice to see you. Yeah, it is really. And the hair. Yeah. In Brussel, daar is op dit moment een papierkunstenares, Isabelle de Boergrave, bezig om Willem, zijn vrouw en het hondje in papierkunstwerk te vatten. It's just the first day we're beginning to do mannequin. And you can see, I can present you the woman who was on the project. Yes. For that exhibition, we want to do two costumes. Huh? One of for Willem, the taciturn, and one of us for his wife. And it should be in paper. And it's through that paper we try to arrive at the effect of a silk, of velvet, of maybe armor and pelage of the dog. I like that. I like that a lot. Yeah. Because it's sitting. It's difficult to do like that. Because no, oh, yeah, that's not really... No, and that's more dark for me. Yeah. Yes, first of all, I'm an artist. I'm a painter and designer. And I make sculpture. I make very different things. But a lot from paper. When I was very, very young, we have no baby doll, Barbie doll and something like that. And I never stopped to play with paper because paper you can find everywhere. It's very important costume, dress. The dress you can find on the painting, like Willem and Anna. They don't use that every day. When the people saw them, they never forgot because they're shiny, they are elegant, they have jewelry on the hair, they are so precious and rich, and the riches give the respect of the other people at that time. When you are in the museum and you see a Rembrandt, it's absolutely incredible. And when you are in front of the painting, it's doing like that, except the face. Right? But all the fabrics, the hat and the coat, it's painted like that. When you go forward, let's say 1 meter, you see, oh, it's a velvet. It's a force. And when you continue to go forward, the force move. That's because he's a great, great, great artist. And the story of the paper dress come from the way when you visit a museum. Look at that, it's very simple. People know that, but can you figure out when they could discover on 3D that woman? It's like she's in life. She's come back. She's for everybody. It's the way when we can tell the story about the orange and the Egmont. Because it's really more interesting than that. They don't steal a dress from that period. Ja, Willem heeft zijn opleiding afgerond. En op zijn 18e jaar dan trouwt hij. Dan wordt hij ook volwassen. Dan gaat hij het leger in. Het was natuurlijk een gearrangeerd huwelijk. Maar er was toch ook sprake van wederzijdse liefde. En daardoor was het vertrek van Willem, omdat hij militair werd en er was ook oorlog, was vrij dramatisch. Hè? Want al 26 dagen na zijn huwelijk verliet hij zijn vrouw. En hij blijft praktisch 9 jaar te velden. Hij komt dan wel in de winter naar huis. Hè? Want in de winter werd er meestal niet gevochten. Maar
ja, dat was. Hij had alleen schriftelijk contact met haar. En hij, op een gegeven moment schrijft hij ook in brieven dat hij het heel moeilijk vindt dat hij zo vaak afwezig is. En hij geeft ook aan, ik word door de keizer van hot naar her gestuurd. En ja, af en toe wilde hij graag bij zijn vrouw zijn. Dit is een schaamkapsel. In die periode was het mode om een hele strakke broek aan te hebben. En vooral het geslachtsorgaan heel erg te laten prononceren. De beschrijvingen staat bij dat er midden op het harnas 1555 zou moeten staan. Toen werd hij bevelhebber van het Spaanse leger. Onder Karel V. Hij heeft natuurlijk jaren voor de Spanjaarden gevochten. Als in 1555 Philips II dan zijn vader opvolgt, dan zijn Willem en Philips nog helemaal niet vervreemd van elkaar. In maart 1580 is er een beeldenstorm. Die is ook in de Domkerk. Dit zou daarbij vernield kunnen zijn. Dat was met boze mensen die gewoon zijn gaan hakken.